Ik ben Elka de Ruiter en ik woon in Dordrecht. En toen ik 11 was, werd er geconstateerd dat ik een hersentumor had die niet meer te genezen was. Na 6 weken zou ik overlijden, maar als ik bestraald zou worden, dan zou ik zo'n 6 maanden nog hebben, zodat mijn ouders wat meer tijd hadden om afscheid te nemen. Toen mijn vader van zijn baas, toenmalig baas, hoorde dat over de Moerman-therapie en over dokter Moerman, toen is mijn moeder gaan zoeken en dan gaan bellen naar de vereniging, die toen ook al was, maar nog heel klein. En daar hebben we allerlei informatie gekregen. We kregen de telefoonnummer van een Moermanarts. Toen heette het nog Moermanartsen. En daar zijn we heen gegaan terwijl ik bezig was met de bestralingen in het ziekenhuis. Die deden gelukkig ook hun werk. Alleen die zouden dan na 6 maanden zouden ze niet meer werken. Dus vandaar die Moermantherapie. Die begon ook heel snel zijn werk te doen. We hebben het nog heel streng gedaan. Er mocht weinig. Er werd eerst uitgezocht waar ik goed tegen kon en al dat soort dingen. Dus, maar omdat mijn moeder zo fanatiek was en zo precies, werkte het eigenlijk na een half jaar, ging het heel erg goed met mij. En toen was de omslag. Gaat het goed? Gaat het niet goed? Na die bestralingen. En het ging alleen maar beter met mij. Dus toen hebben we het natuurlijk voortgezet. En het bleef goed gaan met mij. Het is zwaar, dat is het zeker. Maar je hebt wel het gevoel dat je zelf iets kan doen. En zeker als je een arts hebt, zoals mijn arts, die dan echt het gevoel geeft van je kan het, het gaat goed en dat soort dingen. Dus, ja. En dan de vereniging natuurlijk die erachter zit en waar je altijd naar kan bellen. En ik doe het nog steeds, de manier van eten doen we nog steeds. Want ja, je lichaam heeft in de tijd toch kanker weten te maken. Dus je lichaam is er gevoelig voor. Dus ook als je beter bent volgens de arts, is het volgens mij heel belangrijk dat je in dezelfde stijl blijft eten, drinken, leven. En dan voel je gewoon eigenlijk ook het prettigst bij. Je voelt je fit. En, ook blijf je natuurlijk altijd die moeheid houden. Want ja, je hebt nou eenmaal kanker gehad. Na de bestralingen wilde mijn oncoloog mij blijven zien. Omdat ze toch zag dat het beter ging met mij. Terwijl we de Moermantherapie deden. Ook al vonden ze het vanaf het begin af aan onnodig dat ik het deed. Want ik zou toch niet beter worden. En wij hebben dus elke keer, als we bij onze Moermanarts waren geweest, zijn we dus ook weer, hebben een afspraak gemaakt bij de oncoloog, omdat ze graag mij in de gaten wilde houden, hoe het met me ging. Maar op het moment dat het echt heel goed met mij begon te gaan, toen kreeg ik ineens een andere oncoloog die niet eens het dossier had ingezien. Dus mijn vader die zei van, kom op Elka, wegwezen hier, want we worden niet meer serieus genomen. Dus voordat ik zeg maar echt beter verklaard kon worden door hun of door wie dan ook, zijn we daar maar weggelopen. En toen hebben we alleen een Moermantherapie afgemaakt zonder nog naar hun toe te gaan. Waar ik het meest moeite mee had, waren de gebakken aardappeltjes die niet meer mochten. En mijn moeder wist gelukkig de dingen die wel mochten door combinaties te maken heel erg, ja, lekker te maken. Maar ja, zout mag niet, suiker mag niet. Dus je moet heel erg wennen aan de smaak. Gelukkig zijn er tegenwoordig via de vereniging worden er kooklessen gegeven. Kookdocenten die goed opgeleid zijn en die weten hoe welke combinaties bepaalde dingen die niet zo lekker zijn, toch goed te eten en toch eigenlijk wel heel lekker te maken. De vereniging heeft ook een blad en daar staan altijd recepten in. En die zijn gewoon echt heerlijk. En alleen ja, je moet je er even toe zetten om anders te leren koken. Anders dingen te leren maken. En dan is het prima te doen. En zeker tegenwoordig. Ik heb nog ouderwets gedaan zonder dat er lessen waren of wat dan ook.
Dus ik heb zelf ook de kooklessen geleerd om ze weer door te geven aan anderen. En gelukkig doet de vereniging daar nog steeds aan. En ga zo'n les volgen, dan zeker als je het in het begin doet, dan geeft het je gelijk goede moed.